Goedenavond. Opnieuw zijn Poolse toeristen achtergebleven in West-Duitsland. 51 Polen keren dit weekende in Travemünde aan de Oostzee niet terug op de veerboot Rogalin. Die boot vaart 2 keer per week van de Poolse haven Szczecin via Travemünde naar Kopenhagen en terug. Dit jaar zijn al meer dan 800 Poolse passagiers in Travemünde achtergebleven. De meeste van hen hebben politiek asiel gevraagd in West-Duitsland. Het is nog niet precies 500 jaar geleden dat Columbus Amerika ontdekte, maar toch zijn er al evenementen die met die komende verjaardag te maken hebben. Zoals de zeilrace die vandaag startte en die voert langs de ontdekkingsroute die Columbus in 1492 voer. Uit de haven van het plaatsje Benalmádena aan de Zuid-Spaanse kust vertrokken 32 zeilschepen uit diverse landen, ook uit Nederland. De schepen varen eerst naar de Canarische eilanden, zoals Columbus dat ook deed, en zetten dan koers naar Santo Domingo, ruim 7200 kilometer verder. Naar verwachting komen de schepen daar over ruim 2 weken aan. De proefneming in Californië met een verkeersvliegtuig, getankt met minder brandbare brandstof, is maar gedeeltelijk gelukt. Het op afstand bestuurde toestel stortte volgens plan neer, maar helemaal niet volgens plan was dat het vervolgens in brand vloog. Zo ging het allemaal. Op afstand bestuurd landde de 4-motorige Boeing, waarvan de brandstof vermengd was met een stof die brand zou moeten voorkomen. Volgens de waarnemers lukte dat ook bij de eerste kleine ontvlamming van de kerosine, maar enkele seconden erna brak toch een grote brand uit. Het uitgebrande proefvliegtuig werd meteen onderzocht. Men is teleurgesteld en verbaasd. Het nieuwsoverzicht. De Joodse organisatie Bnai Brit heeft een hoge onderscheiding uitgereikt aan de 98-jarige Willem Drees. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn grote verdiensten op humanitair gebied en het verbeteren van de levensomstandigheden van veel mensen in ons land. Ik ben extra dankbaar dat een dergelijke organisatie die zo voortreffelijk werk doet en zo uitgebreid dat verricht en in zoveel vormen daarvoor kiest, dat hij dan nog een gelegenheid vindt om mijn naam er ook aan te verbinden en mijn naam bij dat werk te betrekken. De Partij van de Arbeid heeft verontwaardigd gereageerd op de houding van de Nederlandse ambassade in Santiago in Chili, die 5 mijnwerkers door de militairen liet verwijderen uit het gebouw. Het Tweede Kamerlid Herfskens zegt dat in een land waar de mensenrechten elke dag geschonden worden, de Nederlandse ambassade zich tot het uiterste zou moeten inspannen om de mensen die vervolgd en verdrukt worden zoveel mogelijk te helpen. Minister Van den Broek van Buitenlandse Zaken bevestigde dat Chilenen die hun toevlucht zoeken in de Nederlandse ambassade inderdaad het risico lopen te worden verwijderd. Hij noemde de actie van de 5 mijnwerkers een oneigenlijk middel om druk uit te oefenen op de Nederlandse regering. Een middel waarbij de ambassade misbruikt wordt. In het noorden van Sri Lanka is het uitgaansverbod verlengd na een bloedbad dat door Tamil onafhankelijkheidsstrijders is aangericht. De strijders hebben 2 dorpen platgebrand en 11 mensen vermoord.